Hoi hoi, vandaag ben ik hier met een korte video. Ik was namelijk bezig met het maken van deze papieren kwastjes van restjes papier. En ik dacht, misschien is het wel leuk om jullie te laten zien hoe ik dat doe. Het zijn hele leuke kwastjes die je aan een projector kunt hangen met aan een paperclip of aan iets anders, een ringetje of zo. En daarvoor hebben we maar 3 hele kleine stukjes restpapier nodig. Ik leg deze even aan de kant. Ik heb 1 papier nodig die tenminste 8 centimeter lang is. En de hoogte maakt niet zoveel uit. Dat kun je kiezen. Deze gele is wat langer en die andere is wat korter. Maar dat bepaalt dus de hoogte van je kwastje. In ieder geval 8 centimeter. Een stukje van 1 centimeter bij ongeveer 5. En een heel klein reepje van ongeveer 3 centimeter bij 5 à 3 millimeter. Dat wordt dan het lusje waar je hem aan op kan hangen. Ik begin altijd met het stukje van 8 centimeter en daar ril ik een lijn op 1 centimeter op. En daar knip ik allemaal kleine strookjes naartoe. Dus bij die lijn van 1 centimeter, daar knip ik naartoe. Het hoeft niet per se zo netjes, maar ik vind het altijd fijn dat ik niet te ver doorschiet. Wat jammer dat mijn camera zo slecht bijstelt. Oh, het is alweer goed gekomen. En die strookjes zijn ongeveer een halve tot 3 millimeter breed. Deze schaar van Tim Holtz is heel fijn, want de dikte van het blad, zeg maar, is ongeveer de breedte van de strookjes die ik knip. Dus die gebruik ik een beetje als gidslijn eigenlijk. En zo knip ik het hele strookje van 8 centimeter allemaal in tot aan die rillijn. Zo, we zijn er bijna. De laatste. Dus dan heb ik een strook van 1 centimeter met allemaal franjes eronder. En dan pak ik dit doeltje. Daar zit een klein spleetje in waar je het papier tussen kan steken. En dat zat bij, even kijken of het hier ligt, dit quilling set. Je kunt ook gewoon een stokje, een satéprikker met een mesje insnijden en het daartussen stoppen. Dat is iets meer gepriegel. Dit is een heel makkelijk toeltje. En daar steek ik dus het randje van, van die 1 centimeter tussen. Niet te ver op de rand, want anders kan je hem niet mooi omdraaien. En dan rol ik hem zo mooi strak op. Je kunt dit ook zonder toeltje doen en ook zonder satéprikker, gewoon met je vingers. Maar op deze manier rolt hij gewoon heel mooi rond. En nou ja, ik heb het toeltje nou eenmaal, dus dan gebruik ik die graag. En op het einde, laatste centimetertje, vouw ik even terug. En daar doe ik een beetje lijm. En dan plak ik zo het strookje dicht. Even stevig aandrukken. En dan kan het quilling tooltje eruit. En dan heb ik eigenlijk de basis al af. En zie je een mooi opgerold stukje. En dan die kwastjes eronder, die franjes. En dan pak ik nu het kleine stukje van een paar millimeter bij ongeveer 3 centimeter. En dan doe ik aan beide kanten van mijn kwastje een beetje lijm. En daar plak ik dat dan op met beide uiteinden, wil ik zeggen. En zoals je ziet doe ik met mijn vouwbeen een klein beetje het papier voorbereiden om mooi rond te vallen. En dan plak ik het er zo op. Normaal als ik er meerdere maak, dan pak ik altijd mijn zak wasknijpertjes er weer bij. En dan zet ik die erop, zodat ik meteen door kan gaan naar de volgende. Maar nu voor jullie kan ik het even zelf vasthouden. En het andere strookje vouw ik ook alvast een beetje voor. Of ja, het is niet echt vouwen, hè, maar dat er een beetje een kromming in komt. Daardoor valt die mooier strakjes eromheen. En hier ga ik hem mee afwerken. Dus dit plak ik weer over dat smalle strookje van 3 tot 5 millimeter en rol ik zo om de aanzet van het kwastje heen. En dan heb je mooi die strookjes afgewerkt en dan ziet hij er netjes uit. Jammer dat ik hem uit beeld
hou, maar ik wilde hem even netjes hebben en heb ik hem te dicht bij mezelf gehouden. Maar het idee is denk ik duidelijk. Er mooi omheen gerold. Goed stevig aandrukken. En dan is het kwastje al klaar. Kijk. Ik kan nog die franjes een beetje naar buiten vouwen als je dat leuk vindt. En dan heb ik een heel leuk kwastje waar ik eventueel een paperclip of een veiligheidsspel doorheen kan halen. Maar ook een oogje, een ijzer oogje. En dan kan je ze leuk ophangen aan een projectje. Dit was mijn korte tutorial om aan jullie te laten zien hoe je een papieren kwastje kunt maken. Ga jij hem ook proberen? Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!